Toe jy uitgestem is sondag aand op Idols, was daar baie van die aanhangers wat ongelukkig was. Hoe het jy gevoel? Hoorie, ek was baie teleeggestel. Want ek het gedink ek het genoeg gedoen om in die top 16, top 18 te wees. En ek het baie gewerk, maar ek dink net, dis een van die dinge wat gebeur, dit kon iemand anders gewees het. En daar was baie van die mense wat hopeloos talentvol was. Maar hulle het voor die tap vir die vol, het hulle uitgeval. So ek was teleergesteld, maar ek het net geweet hoorie, dit gebeur. Jy is van die Republiek van die Kongo. Hoe het jy geleer om so mooi Afrikaans te praat? Hoorie, ek het opgeleek in die klas. Nee, dit is net een van die dinge, want ons het Afrikaans op school gehad en jy moet dit slaag. Jy moest dit slaag. As jy in Afrikaans slaag nie, dan, ja, dan doen jy die hele jaar oor. En ja, ek het net opgeleek in die klas en toe ek een bietjie ouder was, het ek baie Afrikaanse vrienden gehad. En dit net was, ek was primaire school gesek by Middel Primary, daarby, ja, dit was in Enedel in die Suid, in Johannesburg. En hoërskool was ek by Help Mekaar Meisies Rand Girls School en toe gaan ek Raad toe, wat nou UJ is. Ja, en ek het menselike fisiologie en sielkunde gesond. Jy het een speciale vriendskap met een baie omstrede sanger in ons land, Steve Hofmeyer. Vertel vir ons hoe dit gebeur. Weet jy, ons het saamgewerk op Pretville, dis een vlek wat nou in November uitkom. Ons het saamgewerk op die vlek en dan was al so braai ding om net die hele ding te rap. En ons het net gesit en saam geëet en toe praat ons en ja, dit net daar begin. Ek dink hy is baie, hy werk baie hard en ek dink hy baie, baie strong opinions. En ek hou net daarvan as mense, even if we don't agree, dat ons net kan praat. En ek vind dit met hom. Ek het ook verneem dat jy een aand sommer so opgeroep is op die verhoog geweest, Steve, en saam met hom gesing het. Hoe dit ja, ek was, een vriendin van my het gesê, Steve was by Furken en Centurion en donderdag aan. Toe dink ek, ach, miskien moet ek gaan. Net om te sê, want ek het nog nooit Steve show bijgewoon. Toe gaan ek Furken toe, het was een bietjie vreemd vir my, want Centurion is vreemd. Ja, en toe Steve my, Steve het my in die, is het die gehoor, nie? Hy het my in die gehoor gesien en net gesê, hoorie, hy het die Elvis song gedoen, Suspicious Minds, denk ek. En toe vraag hy my net om saam te kom sing. En toe sing ek. Dit was baie cool en die mense was awesome. Ja, het was een bietjie van een strange situasie, maar dit was een goeie geleentheid. Wat gebeur nou vir Christel na Idols? Christel skryf al eie muziek, al eie liedjes, sy ontwerp al eie kleren, ek het bezigheid by my, so ek het my garage converted to a beauty shop, so ek doe nails en facials en massages en die type ding, en ja, ek wil net die exposure van Idols gebruik om my eie ding te doen, om werkelijk net uit te gaan en myself geneem te word in die wereld. My naam is Christel, Christel Mutombo. Ek bly in North Riding, Johannesburg, en ja, ek is 27 goed.